Strijders, welkom bij een nieuwe video. Maandag betekent kapitein Robben. Rare naam eigenlijk, ik weet het ook niet. Het gaat in elk geval alleen maar over Robben. Maar je hebt kapitein Rob, dat is een of andere serie. Ik ben vandaag jarig en dus heb ik dit gisteren opgenomen. Dit is opgenomen op zondag. Ik zit hier nu op zondag. Maandag is mijn verjaardag. En vanavond laat, ik weet nog niet hoe laat, hou mijn Instagram even in de gaten, Edcoen Weiland. Vanavond laat, misschien wel s'nachts, maak ik mijn weekendleague af. 17-1 staan we, dus we staan er prima voor. Ik baal nog van die nederlaag, maar dat is niet anders. En we zitten nu weer op het account van... Ja, Flap Royale staat er nog. We gaan zo even die teamnaam aanpassen. Ik weet nu hoe het moet. Jullie hebben gestemd op de Instagram van Team 39. Daar is uitgekomen dat wij een zilveren speler gaan toevoegen van PSV. Dat wisten we sowieso al. Want het was Gakpo of Madueke. En... meteen goed gegokt wat hij ongeveer waard is. En Gakpo... is binnen voor ons 83 pace, dat is lekker. En onze linkerkant wordt flink versterkt. 140k hebben we nog op de bank. Ik weet niet of ik mijn naam al kan veranderen eigenlijk. Het logo van Bayern hebben we voor Robben natuurlijk, omdat hij daar zijn laatste grote successen heeft beleefd. Wat is dit? Het menu is weer aan het trippen. Zo, sick jongen, dat menu. Clubnaam. Wat zullen we doen? Of zullen we gewoon eventjes... misschien doen we dit gewoon even. Wellando 2, weet je? Want misschien dat we later in het jaar nog wel een andere serie gaan doen op dit account. Geen idee. En dan doen we gewoon eventjes als dingetjes. Gewoon sowieso. Ook weer dit. Net als op ons main account. Wellando 2. Boom boom, Wellando. Oh ja, tuurlijk. We hebben nog Rivals Rewards. Ja, dat gaat niet veel voorstellen, denk ik. We gaan gewoon spelen. Die rewards stellen niet zoveel voor. En weet je, ons team is verder toch gewoon ready for battle. We mogen verder toch niet echt iets upgraden. Daarvoor moeten we de doelstellingen halen die we hebben gesteld. En die zien jullie nu even in beeld. Robben is goed bezig, sowieso. Hij is knijtergoed bezig. 8 wedstrijden, 9 goals, 1 assist nu. En hier op de linkerkant krijgen we nu dus deze man, Gakpo. Sint Juste nog niet op chemistry. Dat komt allemaal vanzelf. Thanks voor de upgrade, jongens. Daar gaan we. Luc FC, Sittard. Ja, zal wel een Nederlander zijn. Een Limburger. Oh nee, Iñaki is te snel en dan gaat hij hem afleggen en dan is het 1-0. Dit is, lastig. Luc FC op 1-0, wel heel vet. Zie je bij Robben als hij, ik ben niet goed bezig jongens, bij Robben als hij loopt, hij heeft echt dat handje zo. Dat handje, precies zoals hij altijd in het echt ook doet. Dit is goed, bij Moussa, Robben, dit moet 1-1 zijn, het is 1-1. Arjen, let's go, kom op, goeie aanval. Ik moet zeggen, ons centrale duo achterin is goed. Anga en Just, dat is nu prima. Daar merk je bijna niks van dat het een bronzen en een zilveren speler zijn. Goed hoor, wat bedoel ik? Angaatje, wat is hij goed hè? Kijk, en nu ligt het voor ons continu open. Dat is wel heerlijk hoor, met dit team. Ik weet niet, ik kan die bal niet heel snel veroveren. Waardoor ik automatisch best wel ver teruggetrokken moet verdedigen. En daardoor ligt gewoon elke keer zijn helft open voor de counter. Kijk dat handje van Robben, wat is, kijk dat schitterend. Geweldig. Goed, keeper. Jammer. Kom op. We hoeven deze niet te verliezen, echt niet. Dat handje, ik heb het gevoel dat ik dit nog niet eerder heb gezien. Dat ik het pas sinds vandaag zie. Zou dat kunnen? Dat later pas is geüpgrade of zo? Of geüpdate? Bij Robben? Bij meerdere spelers misschien wel? Gakpo, ik weet niet of hij links of rechts is. Gakpo, natuurlijk. Maakt niet uit. Oh, dan zal hij wel rechts zijn. Die Anga, jongen, hier. Voetvol, die kan die ook gewoon. Robben. Dit moet 2-2 worden. Kom op, man. We hebben echt een goede fase. Roemer, buitenom, toch binnendoor. Nog een keer, Roemer has it. Ben Moussa, Sam, woehoehoe. Kees de Boer, goede bal. Cody Gakpo, kom op jongen. Duurt het lang allemaal. Oké, goede bal. Goede bal. Geen buitenspel. Geen buitenspel. Oh. Ah, shit. Ik lever hem in onder druk. Ja. Moest stappen voor mijn gevoel. Ja, stom. Jammer. Oké, klaar. Finito. Oké, goed gespeeld. Luc FC. Helaas. Hazard was te sterk. Je deed het goed. Wij gaan door naar pot 2, jongens. Oké, jongens. 1803 punten zitten we. Ja, dat duurt nog wel even voordat we dan toch echt in divisie 1 kunnen gaan komen. Maar ja, het is ook gewoon lastig. Dit is onze volgende tegenstander. Ja, poh, man. Oké. Goed team, snelheid, dat is het vervelendst. Wan-Bissaka, Ake, Fabinho, Jesus. Dit gaan we gewoon pakken, klaar. Kom op, man. Hij beseft nog niet dat we Sambu hebben en dat Sambu kwaad is. Kijk, Sambu moet soms even boos worden gemaakt. Dallinga, we laten Dallinga gewoon heel even staan aan het begin van de wedstrijd. Want misschien dat Sambu Dallinga ook gewoon mist. Ik wist het, buitenspel. Die gozer staat alleen maar buitenspel, die Sambu. Dallinga laat zich zien. En Sambu... Sambu! Heel goed, Kees. Dit is het moment van Dallinga. Dit is het moment van Dallinga. Dallinga. Ik had die gozer echt meer vertrouwen moeten geven. Het spijt me. Thijs Dallinga, vergeef me.
Dallinga, Sambu. Hoe dan? Wat een goal weer, zeg. Ja, eigen schuld. Ha, we hadden al 3-0 voor moeten staan. Oké, ik ga meer gebruik maken van Cody Gakpo. Nieuwe speler. Heeft natuurlijk goede snelheid. Ik gebruik hem te weinig nog. We gaan even wat meer over links spelen. Oh jee, met de Sjaak. Robertson. Wat gaat hij doen? Afgeven? Ja, een spel? Nee. Oh. Goed. Let's go. Kom op. En nu door. Sambu. Robin naar zijn rechter. Dat had hij niet verwacht. En ach, nog eromheen draaien. Nee. Ongelooflijk. Sambu. Ja. Ja. Kom aan. Laatste minuut. Robin weer met 2 goals. Heerlijk dit. Goed. Upgrade. Klaar. Dit betekent dat we weer eventjes de Discord van Team Strijders van Team 39 gaan raadplegen. Ik ga een van jullie gewoon weer spreken. En een van jullie gaat nu de upgrade doen. Ja, jongens, daar zitten we weer in de Discord met een strijder. En dat is vandaag Seb. Of heet je eigenlijk Sebas of zo? Nee, gewoon Seb. Gewoon Seb. Mooie naam, man. En jij hebt al nagedacht over een upgrade, hè, voor ons team? Ja. Wie gaat het worden? Mitchell Dijks. Mitchell Dijks. Kijk, dat is lachen. Even kijken, dat is natuurlijk linksback. Mitchell Dijks. Hoe duur is die? 905. Oh ja, ik zie hem hier zelfs voor 800. Kijk eens, wat een koopje. Ja. Mitta. Nou, Seb, dankjewel, jongen. Graag gedaan. Top, man. Hey, ik wil jou een fijne dag wensen en hopelijk gaan we genieten van Mitchell Dijks. Ja. Oké, jongen. Tot ziens, hè. Yo. Oké, jongens. En Mitchell Dijks zetten we natuurlijk gewoon gelijk in het elftal. Sint-Juste, Dijks, Gakpo. Dit begint een leuke linkerkant te worden nu. Robben moet weer een nieuw contract. Ik heb alleen maar scheidcontractjes. Ga elke keer verlengen met 1 wedstrijd. Dus ik was er veilig, want voor je het weet is hij weer het halve seizoen uitgeschakeld. Laatste potje. En dan zijn we helemaal klaar, ready. Als we nog een keer winnen, mogen jullie weer een upgrade doen via Instagram. Volg Team 39 sowieso vast even. We hebben daar sowieso heel veel FIFA-updates. Mijn team zie je daar veel voorbij komen, maar ook heel veel andere leuke posts. En we spelen nu tegen dit team. Maar dit valt wel mee. We hebben Joao Felix, Richarlison, Alan. Dat is prima. Dembele is goed, maar verder. Deze kunnen we pakken, denk ik. En we laten Dallinga gewoon weer even staan. En laten we heel veel kijken naar hoe Dijks eruit ziet. Dijks is sowieso echt een legend. Hij is die knijterlang. Il Trattore, de tractor. Prachtig. Met dat lekkere opskeertje. Kijk eens, daar gaat Dijks gelijk voor zijn eerste goede balcontact. Natuurlijk. Dijks. En dan. Oh. Dallinga. Sambu. Eindelijk Sambu, kom op dan. Ik dacht al, die jongen is het verleerd. Robben, prik, prak, rechts, prima. Let's go. En zo kruipen we dan, als we deze winnen, langzaam maar zeker richting divisie 1. Met onze, nou ja, zilver, goud, bronzen ploeg inmiddels. Maar vooral brons toch steeds. De boer op Sambu en op Gakpo. Golasso. Goed, lekker. Ai. Nu moeten we op gaan passen. Dat het niet alsnog fout gaat. Och, Ocenia, hoe dan? Ineens 3-2. Oh, nu wordt hij er toch even uitgesprint daar. Sint-Juste. Door Rafinha. Oh, dit gaat toch helemaal fout ook. 3 keer Joao Felix volgens mij. Shit. Robben. Sambu. Dankjewel, Sambu. Kom op dan. Sambu staat op voor het moment dat ik hem echt nodig heb. Ousmane Dembele, hij gaat nog een keer naar binnen. Hij moet wel naar binnen. Oh, yo, wat een beweging. Ja, het gaat fout. Shit. Ja, die gaat er komen. Il Trattore moet nu volle bak. Il Trattore, kijk, dat is wat Il Trattore. Dit is waar we Il Trattore voor hebben gehaald. Meteen een kaartje mee pakken. Hij krijgt geel, krijgt hij. Dat is in dit spel ook echt zieke bullshit. Il Trattore nog een keer, natuurlijk. De tractor staat vooral gewoon in de weg. Dat is wat hij goed kan. En dan is het voorbij. Dan zeg ik meteen vaarwel, jongens. Bedankt voor het kijken. Abonneer je eventjes. Volg mij op Instagram. Geen upgrade helaas dit keer erbij. We hebben Dijks nu als enige nieuwe speler. Geweldige upgrade. Fantastisch blij mee. Volg vooral mij nu. De upgrade op Team 39 komt er dus niet. Maar volg mij eventjes voor Weekend League. Want die maken we vanavond af met de livestream. Vanavond laat, vannacht. Thanks, adios, vaarwel. Ciao.